van. Oh, joh, gekte, 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 gekte. Welkom terug bij alweer een nieuwe video van mijn kanaal. Mijn naam is Niels en vandaag zitten we hier weer, ja, in Marvel Heroes 2016. Vandaag ben ik, dus we zien hier Spiderman. Dat ben ik. We gaan nu waar we gebleven waren. Nou, we gaan nu de nachtclub in. De Blood Rose nachtclub. En we volgen gewoon weer dat hele leuke oranje pijltje met het vraagteken in op het beeld. Die volgen we gewoon. Ja, ze gaan gewoon keihard dood. Wij zijn Spiderman. Die kan gewoon alles aan natuurlijk. Spiderman for the win. Oké. Eens kijken wat we hier dan. Oh, personen, schiet ze dood. Wow. Pom pom pom. Oh nee. Tja, tja, piu piu piu. Gewoon met één webschotje zijn ze gewoon allemaal dood. Per persoon dan, hè. Oké, zijn hier nog wat mensen. Ik ga gewoon mijn speciale aanval gebruiken. Ik beweb jullie. Haha. Ik ben een webman. Heb ik gewoon een mitrailleur. Van web heb ik gewoon. Dat schiet ik gewoon allemaal af. Allemaal wit spul uit mijn handen komt. Hartstikke lekker. Maar vind ik raar, hoe kun je nou weer doodgaan van dit web? Dan kan, moet ik toch eerst gewoon zo mappen? Oh. Illuminati confirmed. Hey, ik sla hem in elkaar. Oh nee, ze komen me pakken. Maar ik schiet gewoon een web op ze. En ook hem. Oh, er ligt hier. Webschieters liggen hier. Oh. Ik weet niet of ik die al heb. Er staat hier een persoon. Tja, 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 tja. Pew, webschiet, webschiet. Ik heb zoveel web geschiet vandaag. Gewoon nu al. Oké, we moeten dadelijk dus naar weer een soort van eindpaasachtig iemand toe, denk ik. Van dit gebied. En dan moeten we die neerhalen. Ik weet nog niet wie het is. Gewoon helemaal niet. Maar we gaan het eens zien. Oh, ik heb een medkit. Oftewel gewoon een EHBO-doos. Maar deze persoon... Meneer, ga nou eens weg. Meneer. Ga nou eens weg. Ik probeer even naar die gast toe te komen. Dus ga gewoon alsjeblieft even neer. Dus ik kijk dan, ik ben gewoon in mijn eentje me. En hun zijn er met een hele hoop mensen. En ze hebben gewoon geweren en alles. En ze kunnen me niet doden. Kijk nog maar eens naar mijn levensbalk. Er is misschien 3 vanaf of zo. Een paar. Niks nu zelfs. En ik ben misschien wel Spiderman, maar die kan nog steeds dood. Oh, wat is dit? Oh, ik knal ze dood. Kijk, die waren wel goede tegenstanders. Ze hadden een beetje het levens van me afgekregen. Oh, wie is dat? Wie is dat? Ik weet niet wie het is. Wat is dit? Tablet of a lifetime. Of tablet of life and time. Laat ik het eens openmaken. Heel gauw. Oh, alarm. Oh, Doc Ock. Ah. Moeten we hem nou doden? Oh ja, we moeten hem doden. Oh, oh. Nee. Ga weg. Ga weg. Pew, pew, pew. Oh ja, doei. Tja. Oké, hoeveel levens heeft hij? Oh, hij heeft er best wel veel, weinig. Nou, niet echt veel, maar ook niet weinig. Laat ik het daarop halen. Je maakt hem dood. Kom op. Oké. Gewoon slaan dan. Bam, bam. Mijn Spiderman is te hoog level voor jou, jongen.
Mijn Spider-Man is te hoog level voor jou, Doc. Oké, okay, super aanval. Ik hou mijn super aanval klaar. Sa! Ta-ta-ta-ta-ta. Kom op. Het kan. Nee, mijn kracht is nog net niet op. Dus we moeten even rennen. Huh? Is hij opeens dood? Hoe deed ik dat? Ik ben level 8. Oh. Nice. We hebben gewonnen van Doc Ock. Wie is dat? Oh, hij schiet op ons. Wat doet hij? Wie is dat nou weer, ja? Oké, okay, we skippen gewoon even het filmpje. Heb ik geen zin in. Ik heb gewoon allemaal medailles gevonden. Dus laten we nou maar eens. Lekker. Kijken of wij nieuwe goede spulletjes aan kunnen doen. De webschieters. Oh, deze zijn veel beter, de webschieters die ik hier nu heb. Die plaatsen even op die. Die handschoenen, nou, die kan ik er niet. Daar moet ik level 10 voor zijn. Maar die zijn wel een stuk beter. Oké, okay, deze is een medaille. Oké, okay, die is echt heel slecht. Oké, okay, dit cadeau, een cadeautje. Wat zit erin? Oh. Laat ik zien wat erin zit. Een cube shard en een eternity splinter. Als iemand mij kan vertellen wat het is. Dankjewel, ik weet het namelijk niet. Oké, okay, ik heb hier dus al 11 medkits. Oh, nu heb ik opeens een hele hoop spullen erbij hier. Oh. Oké. Okay. Nou, dit is van Squirrel Girl, dat hoef ik niet. Dit is van X23, hoef ik niet. Spider-Man, nou, deze die ik nu heb, zijn ze veel beter. Die. Ja, dat zijn die ik nu heb niet beter. Die kunnen ook weg. Dit dingetje heb ik. Nee, die heb ik nog niet eens. Een bodysuit. Dus die trek ik maar lekker even aan. Dit is webschieters. Oh ja, die zijn ook slecht. Hop, rotte ermee. Deze had ik eerst, dus ook op rotte ermee. En dan die handschoen, die hou ik wel. Als ik level 10 ben, want ik ben nu level 8, hè. Ja. Level 8. Ik heb totaal al 3473 muntjes. 8 Eternity Splinters. 5 Cube Shards. Hoe komen we nou weer aan 5 Cube Shards? 20 Omega Access Files. Huh, wat, ik weet niet wat het zijn, maar dat boeit niet. Dus daar kijken we even niet naar. Nu gaan we kijken naar hier. Mijn PowerPoints. Oh, ik kan Spidey Sense. Ik weet niet wat, dit is iets, denk ik. Your Spidey Sense give you uncanny awareness of nearby enemies, allowing you to avoid their attacks and relatics. Oké, doe ik 1 puntje in. En wat zou ik nog een puntje doen, hè? Ik denk dat mijn super webschiet nog 1 puntje erbij doen en dan is hij nog beter. En dan doen we mijn Spidey Sense. Doen we een ander dingetje hier. Huppatee. Hup. Huppatee. En dan heb ik hier nog een iets, maar dat hoef ik niet. En dat. Hoef ik ook niet. Oké. Dus we hebben hier nu... Lekker. Oh, wat is die man? Oh, dat is Cloak. I'm a friend of the Avengers. They have sent me here to bring Mr. Urich with an important message. My portals can also take you to continue your mission. Oh, wie is dat? Oh, dat is meneer Urich. Oké, okay, nu zie ik zie het. Ik ga eens praten. Oké, okay, de hoed. Dus ik denk dat die man die ons net aanviel in dat filmpje, dat de hoed was. Sure, I've heard of him. Dus hij heeft er al van gehoord. Hij is een 2-bit schurk. En hij heeft magie in zijn handen. Een magische jas. Of een cloak, een mantelachtige ding. En hij wil heel groot crimineel worden. Hij heeft dus ook al dat ding dat we net probeerden te stelen uit dit dingetje hier. Dat heeft hij dus ook al. En ja, hij moet. En er staat ook bij hier dat hij wel iemand is waar je wel zorgen om moet maken. Dat hij niet de hoop nog meer doet. Maar oké, okay, dan zegt hij dat we een Jersey Dogs toe moeten. En sowieso, oké. Okay. Oh. Jersey Dogs. Pursuing the Hood. Dus we moeten nu de Hood gaan vangen of zoiets. Vermoorden, doden, weet ik veel. Vermoorden en doden is hetzelfde, waarom zei ik dat? Oké, okay, oh, we zijn hier wel heel veel mensen. Dus nu zitten we weer met heel veel andere mensen. Oké, okay, meneer, met uitroepteken. Wat moeten we doen, meneer?
Oké. Okay. Boom. Oké. Okay. Laat ik eens gaan kijken wat wij hier moeten doen nu. Oké, okay, er staat een dingetje op onze minimap waar we heen moeten. Ah! Ah! Piep, 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 piep. Oh, die zijn niet zo heel erg sterk. Wie zit hier? Zo, wat is... Huh? Wat is dat nou weer? Een T-Rex dingetje? Oké, okay, ik zie dat op mijn minimap, die rode stipjes. Dat zijn dus vijanden die ik al kan zien. Robot, aan de kant. Ik ga weg. Ja. Ik ben verslagen. Oh, homie. Holy fuck. Ik heb me gewoon verslagen. Oh, nee, dat wil ik niet. Ik wil slingeren. Wat is dit? Shipyard crane. Dus ik ga nu boven op een kraan. Oh. Uh-oh. Doei. Doei, 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 doei. Oké, dit zijn best wel goede personen. Maar niet zo goed als ik. Haha. Ga dood. Oh ja, hij is bij. Deze man is best wel sterk hoor. Maar niet sterk genoeg. En ik ben level 9. Ik pak even alle muntjes. Nu ga ik weer even de powerpoints. Even doen. Zo geef ik een powerpoint aan de deze. En een powerpoint aan deze. Dan vind ik het prima. En dan gaan we nu weer even kijken naar de spullen die we kunnen aantrekken. Is dit ding, nou dat hoef ik niet, doei. En een masker, maar die kan ik ook nog niet. En die is trouwens ook best wel heel slecht. Ja. Dus die laten we ook lekker liggen, maar wat is dit? Een schatkist. Wow, allemaal spullen, geld. Wow, ik hou van geld. Fitted mask. Oké, laat ik nu nog eens kijken wat ik heb. Oké, die kan ik. Oké, die is ook slecht. Die... is heel goed, maar die kan ik er niet. Wacht eens, ik ben level 9 en er staat level 5. Huh? Huh? Ik snap niet echt waarom ik hem dan niet kan. Oh, wacht, laat maar. Haha, ik ben heel dom. Pas vanaf level 11 kan het. Sorry, ik had verkeerd gekeken. En deze schoenen. Die zijn wel iets beter. Niet qua damage reduction, maar via alle andere dingen wel. Dus die hou ik ook, maar die kan pas vanaf level 12. En die handschoenen, daar hadden jullie al gezien. Dus oké, okay, we gaan nu deze kant op, waar nog meer personen zijn. Want dit lijken wel mensen van Venom. Dus we gaan misschien wel Venom dadelijk hier zien. En waarom kan ik hier... Dan kan ik daar nou gewoon niet meer heen. Hè? Dat vind ik niet zo lief eigenlijk. Maar we gaan dus weer naar beneden nu. Ja, lekker geblazen in de mic. Oké. Okay. Oh, oh, Thor. Hallo, Thor. Oh, wie is dat? Ik schiet jou met mijn webjes. Oh ja, tuurlijk. Een dikke robot opeens vol op mijn bakken hier. Ik wil dat. Nee, meneer. Ga je hiervan dood? Oh ja, je krijgt daar minder levens van. Oh, joh. Gekte, 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 gekte. Kijk dan. Piep, 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 piep. Piep, piep. Piep. Piep, piep. Oh, frame drop. Kijk dan hoeveel mensen dat waren, joh. Nou, mensen, dat noem ik nog eens gekte. Oké, die gast die rent wel heel raar. Oké, wat gaat... De Robotics Lab. Oh, de Robotics Lab. Als jullie willen weten wat daar is... maak dan tijd, ruimte over... om de volgende video van deze serie te zien. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook zeker op dit kanaal. En, ja, like deze video als je wilt dat ik daar naar binnen ga. En dan zie ik jullie later. Doei doei!